Voordat we gaan beginnen met deze video wil ik eerst even wat zeggen tegen jullie. Namelijk, om te vieren dat chapter 2 is begonnen, gaan wij Battle Passes weggeven. En als je een van die Battle Passes wil winnen, dan moet je het volgende doen. Namelijk liken, abonneer op de vulvraag met het belletje aan en stuur eventjes je Epic Games naam in de comments. Als je die drie dingen hebt gedaan, dan maak je kans op een van de Battle Passes die wij gaan weggeven. Laten we nu gaan beginnen met de video. Zoals jullie waarschijnlijk al weten, is seizoen 1 van chapter 2 begonnen. En in deze video gaan we het hebben over alle veranderingen, alle nieuwe dingen en alle leaks. Als je deze video nu al super tof vindt, drop dan zeker weten even die like. Abonneer ook even op de vulvraag met een belletje aan, want we gaan richting die 500.000 abonnees. Dus het zou heel erg vet vinden als je dan allemaal even abonneren. Gebruik ook even onze supporter creator code vulgevraagd in de itemshop. Al helemaal als je een battle pass koopt. Ik zou het super vet vinden als je dat allemaal even doet. En laten we dan gewoon meteen gaan beginnen met deze video. En op de achtergrond zie je natuurlijk gameplay van mij, maar dit is geen gameplay van Team Rumble. Nee, dit is gameplay van normale Battle Royale. Dit is letterlijk de eerste game waar je meteen natuurlijk ingedropt wordt als je Fortnite voor het eerst opstart in chapter 2. Die game is deze game en daarin maakte ik best veel kills, dus ik was er best trots op en geniet dus van die gameplay op de achtergrond. In ieder geval laten we beginnen met de nieuwe dingen slash veranderingen. En geloof me, het zijn zoveel dingen. Ik ga 100% zeker ga kleine dingetjes missen. En dat komt ook omdat Fortnite geen echte patch notes heeft gereleased. Dus alle dingen die ik hier opnoemde zijn of mensen zelf achtergekomen of ik zelf ben daar achtergekomen. Dus nogmaals, ik denk dat ik zo'n 95% van alle changes heb. Maar het kan zijn dat ik een paar kleine dingen mis. Oké, het eerste ding is namelijk, heel simpel, seizoen 1 heet het en geen seizoen 11. Wilde ik toch eventjes benoemen. Het volgende ding wat nieuw of eigenlijk veranderd is, dat is namelijk de user interface. Jullie zien het nu ook in beeld. De hele user interface is allemaal iets gesteld. Het is allemaal iets mooier. Het is allemaal iets aangepast. En dan kom ik ook gelijk op de levels en de tiers. Die zag je natuurlijk aan het begin van die clip. Namelijk het hele tier systeem of het hele battle pass systeem is aangepast. Namelijk, nu is het niet meer zo dat je aparte tiers met challenges moet halen. Maar nu is, laat maar zeggen, levels en tiers zijn één. Als jij namelijk XP krijgt van bijvoorbeeld een win of zo. Of van andere dingen waar ik zo meteen nog wel op terugkom. Dan kan je daar ook mee je Battle Pass levelen. Dus nu heb je niet twee dingen meer te doen. Nu is het gewoon, zorg gewoon voor dat je zoveel mogelijk XP krijgt. En daarmee level je natuurlijk het snelst. En daarmee word je ook het snelst tier 100 van de Battle Pass. Laten we doorgaan naar de nieuwe wapens. Alhoewel nieuwe wapens. Er is eigenlijk maar één nieuw, nou ja, wapen is het niet echt. Het is meer een item. Maar laten we beginnen met de reskins. Er zijn namelijk vier wapens hebben een nieuwe skin gekregen. En een nieuwe varianten. Namelijk de pistol. De pistol heeft twee nieuwe varianten gekregen. Namelijk de purple, of de epic en de legendary variant. Dan hebben we nog de rocket launcher. Die heeft volgens mij een common en uncommon variant gekregen. En die heeft ook een reskin gekregen. De pump shotgun heeft ook een reskin gekregen. En heeft een grijze ook, en ook een groene variant. Dus een common en uncommon variant. En de bolt sniper rifle heeft ook een reskin gekregen. En heeft ook nu een volgens mij grijze en een groene variant. Dus een common en uncommon. Dat zijn de reskins. Maar we hebben ook één nieuw item gekregen. Namelijk de Band-Aid bazooka. En de Band-Aid bazooka is een item waarmee je teammates kan healen. Wat ik eigenlijk gewoon doet, is het schiet bandages op mensen. Dit wapen die kan nooit geen ammo meer hebben. Die recharge, laat maar zeggen. Hij kost wel twee slots om als je mee wil nemen. Dus normaal gesproken kan je 5 items meenemen. Maar als je deze Band-Aid bazooka meeneemt, dan kan je er maar 4 meenemen. Omdat hij dus 2 slots in beslag neemt. Maar hij is wel heel erg sterk. Het is een epic item. En als je die gewoon op je teammates schiet, dan healen die automatisch. Het is echt wel best wel sterk item die best wel handig kan zijn om mee te nemen. Zeker weten. Ik ga hem ook zeker weten proberen. Nou, dan hebben we ook nog nieuwe mechanics gekregen. Namelijk water mechanics en gameplay. We hebben allerlei dingen rondom water. We hebben sowieso allemaal rivieren waar we nu in kunnen zwemmen. We kunnen nu dus ook zwemmen echt in de game. Je kan nu ook duiken en omhoog springen in het water. Het is heel erg vet. Ik zou het sowieso een keertje proberen als ik jou was. Verder kan je nu ook vissen. En dit is wel iets heel erg vets. Namelijk, als je vist, kan je verschillende dingen omhoog halen. Je kan natuurlijk vissen omhoog halen, zoals de slurfish en de flopperfish. En volgens mij zijn er ook nog normale fish, daar krijg je iets HP van. Maar je kan dus vissen omhoog trekken en dat is natuurlijk al heel erg vet. Maar daarnaast kun je ook materials omhoog halen. Dus dan kan je gewoon letterlijk, als je dat vissen bent, kan je gewoon wood omhoog halen en dat soort dingen. En je kan heel af en toe ook wapens uit het water vissen. Dus vissen zeker weten is heel erg leuk. Als jij een hengel vindt, gooi je een keer in het water. Of nou ja, de hengel moet je niet in het water gooien. Maar natuurlijk, je moet gaan vissen. Duidelijk toch? Maar dan is er een hele grote kans dat je iets heel erg
vets krijgt. Dus probeer het gewoon een keer uit. Laten we doorgaan naar het volgende ding wat met water te maken heeft. En dat is namelijk boten. We hebben boten gekregen in de game. En hier ben ik zo blij mee. Boten zijn echt, ze zijn heel erg vet. Op water zijn ze super snel. Je hebt zelfs een klein raketje aan de voorkant van je boot. Dus je kan er echt mee vechten. En je kan je boot ook op het land gebruiken om een of andere reden. Het is op zich wel grappig, maar het kan wel. Gaan we door naar de volgende nieuwe mechanic. En dit is by far de grappigste mechanic die Fortnite ooit heeft uitgebracht. Echt zo geniaal. Namelijk, je kan nu mensen als ze down zijn oppakken. Dat kan je bij teammates doen, maar ook bij andere spelers die je hebt gedownd. Dus je kan ook enemy spelers op je rug pakken. Maar je kan hier nog wat mee. Namelijk, je kan die spelers weggooien. Dus je kan je teammates, maar ook enemies weggooien nadat je ze op je rug hebt gedaan. Ik heb een hele mooie clip van Myth die een enemy zo van het dak afgooit en hem gewoon doodgooit. Het is zo enorm grappig. Jullie zagen het natuurlijk net in beeld. Het is echt insane. Ik vind deze mechanic zo grappig. Hey, moet je nu voorstellen dat als Matthijs en ik Fortnite gaan spelen en we downen iemand, dan gaan we natuurlijk meteen proberen op te pakken. Dan gaan we een trap plaatsen en dan gooien we hem zo yeet in. We yeet hem letterlijk in die trap. Trouwens, wat een grappige fun fact. Deze mechanic heet ook yeet in de files. Dus dat was wel heel erg grappig dat developers ook dachten dat het sowieso yeet moest gaan heten. Dus officieel heet deze mechanic yeet. Laten we daarop houden. Maar dat over het oppakken en het weggooien van spelers. Laten we doorgaan naar medals. Namelijk, je hebt een nieuwe manier om XP te krijgen. En dat is door middel van medals. Medals zijn een soort van mini-challenges die je in een game kan voltooien. Bijvoorbeeld kills maken of lang surviven en noem maar op. En hoe meer je van die medals doet, hoe meer XP je krijgt. Waarmee je dus ook weer jouw battle pass kan verder progressen, laten we zeggen. Dus ja, deze medals zijn heel erg belangrijk. Heel erg tof. En je krijgt ze ook continu in beeld. Dus ik vond ze heel erg vet toen ik ze voor het eerst zag. Gaan we door naar de volgende. En dat is weer een nieuwe mechanic. Namelijk interactive environment heb ik opgeschreven. En wat is een interactive environment? Dat zijn dus interactieve dingetjes in de map. Bijvoorbeeld als jij nou op een tankstation schiet, dan explodeert die tankstation. Dat is een interactief dingetje. Daar kan je dus echt best wel hele leuke dingen mee doen. Stel je hebt de fight bij zo'n tankstation, dan kan je dus daarop schieten en dan maak je dus de speler hoogstwaarschijnlijk in één keer dood. Maar niet alleen dat, je kan je ook verstoppen in bijvoorbeeld hooibalen of in bijvoorbeeld, je ziet nog een clip van, in een vuilnisbak. Daar kan je dus in zitten en uitspringen zodra er een enemy in de buurt is. Dus dat is ook heel erg leuk. Verder is er ook een reskin geweest voor chest en ammo. Ook zeker weten, heel nice. Verder hebben we ook twee challenges gekregen. Namelijk de New World Challenges. Die zien jullie nu in beeld. En ook de Unfused Challenges. En ook die zie jij nu in beeld. Dat zijn challenges waarbij je dus meerdere skin varianten kan unlocken. Ik zou sowieso doen. Je krijgt nu geen tiers meer. Maar je krijgt nu eigenlijk alleen nog maar XP. Maar dat maakt het allemaal wel weer een stukje duidelijker. Gaan we door naar de volgende dingen. En dat is namelijk dat je een nieuwe kleur hebt voor je banner. Er staat nu een foto in beeld. Kan zijn dat je deze pas krijgt als je Battle Pass unlockt. Ik heb het niet terug kunnen vinden. Maar volgens mij heeft iedereen ze. Check het eventjes. En als het anders is, zet het eventjes in de reacties. Verder hebben we ook nog nieuwe default skins. We hebben 8 default skins. Echt 8 nieuwe. Die andere zijn de deur uit. Maar we hebben nu 8 nieuwe. En ik zal er even 4 laten zien. Sterker nog, die waren net al, zijn langzamerhand de hele tijd al in beeld. Maar dus 8 verschillende nieuwe default skins. Dus mensen die geen skins willen of kunnen betalen, die hebben nou meerdere soorten skins. En dat is zeker weten een goed iets. Gaan we door naar de volgende change. En deze change, jongens, is mind-blowing. Echt, toen ik dit zag, dacht ik, yes, waarom was dit? Ik dacht eerst van, waarom was het nooit eerder toegevoegd? Namelijk, er is nou een optie in je menu. Dat heet Confirm Edit on Release. En als je dat aanzet, dus ga zelf even kijken, options en dan iets naar beneden scrollen en dan Confirm Edit on Release. Als je dat aanzet, is het zo dat als je iets edit, dus stel je plaatst een wall, je edit hem, dan moet je eerst nog op F op G, of op G drukken. Of in ieder geval Confirm Edit moet je op drukken. Maar nu als je edit en je laat je muisklik los, dan edit hij hem automatisch. Dus je hoeft niet meer op F of op G te drukken. Dus dit is echt een hele verbetering. En het maakt het editen voor iedereen een stukje makkelijker. En ik persoonlijk ben daar best wel fan van. Alright, laten we doorgaan naar het volgende. En dat is, zijn de leaks. Dat waren eigenlijk alle veranderingen. Maar ik heb ook nog leaks voor jullie uiteraard. En de eerste leak die ik voor jullie heb is een emote. Namelijk de double up emote. Een hele vette emote. Volgens mij zit hij niet in de Battle Pass. Kan zijn dat er sommige leaks al wel zijn gereleased. Maar nogmaals, er zijn zoveel dingen. Sorry als er iets dubbel is. Maar volgens mij zit deze nog niet in de game. Maar dit is de emote. Ik zal hem nu even in de beeld doen.
Ja, zeker weten. Heel erg tof. Ik vind hem zelf echt heel leuk. En ik kan niet wachten totdat we deze krijgen. Echt waar. Ik vind het echt heel erg tof. Verder hebben we ook leaked challenges. Waaronder de Forged in Slurp challenges. Dat zijn deze challenges. Die gaan we waarschijnlijk volgende week krijgen. En dan hebben we ook nog de Open Water challenges. En dat zijn deze challenges. En die gaan we waarschijnlijk in week 3 krijgen. Verder hebben we ook nog loading screens van week 1, 2 en 3. Dit is de loading screen van week 1. Dit is de loading screen van week 2. En dit is de loading screen van week 3. Ook zeker weten, hele toffe loading screens. Gaan we door naar het laatste ding. En dat zijn namelijk de skin leaks. Ik heb heel veel skin leaks. Of nou ja, heel veel. Een aantal skin leaks voor jullie. Die zien jullie nu natuurlijk langzamerhand in beeld komen. En deze skin leaks zijn best wel heel erg vet. Voornamelijk die variant van de Cuddle Teamleader is heel erg vet. Maar ook een paar cowboy dingetjes. Ja, ik hou sowieso van skins. Ik vind ze heel erg tof. Nou, dat was eigenlijk alles wat ik voor jullie had. Ik kan deze video nog niet afsluiten, want ik ben namelijk iets vergeten. Dat zijn namelijk de Vaulted Items. De Vaulted Items zijn de Batman Items, de Bouncer, de Launchpad, de Shockwave Grenade, de Slurp, de Chuck Splash, de Minigun, de Tech SMG, de Stinkbombs, de Heavy Sniper, de Auto Sniper, de Chuck Chuck, de Infantry Rifle, de Heavy Assault Rifle, de Hoverboard, de Suppressed Car, de Silence SMG, de Campfire, tenminste het item, de Campfire, de Shield Bubbles, de Junk Rifts, de Vending Machines, de Flintlock, de Revolver en de Deagle. Dit zijn alle vaulted items en het zijn er echt insane veel. Het zou kunnen zijn dat er dus wat dingetjes missen, maar ik denk dat ik het grootste wel heb behandeld. De grootste veranderingen, de meest nieuwe dingen. Het is in ieder geval een heel erg vet seizoen. Ik heb echt heel veel plezier. Sowieso de hele sfeer, dat heb ik eigenlijk nog niet verteld, maar de hele sfeer rondom Fortnite is veranderd. De feeling is veranderd. Het lijkt net alsof de hele game opnieuw opgebouwd is. Drop maar zelf. Ga gewoon zelf een beetje exploren. En dan kom je vast nog wel achter dingetjes die ik niet verteld heb. Maar dat is voornamelijk het leuke aan dit seizoen. Het exploren van de nieuwe dingetjes in de map en in Fortnite zelf. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je deze video super tof vond. Als je deze video super tof vond, drop dan zeker weten even een like. Abonneer op de video, vraag maar de belletje aan. Klik ook even op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer en peace out. Doei!